Dag beste mensen, dag dames en heren. In de vele toespraken die worden gegeven op 1 mei wordt traditioneel met heel veel economische cijfers en statistieken gegoocheld. Het BBP is zoveel gestegen of gezakt, de belastingen gingen die fractie van een procent omhoog of omlaag, onze internationale competitiviteit in die sector is zus en zo. En begrijp mij niet verkeerd, beste mensen, zulke cijfers en statistieken zijn belangrijk. Want een gezonde natie heeft een gezonde economie nodig. En die cijfers die zijn een goede indicator van de economische staat van onze natie. Maar er is daarnaast nog een andere belangrijke kwestie, een die we de dag van vandaag maar al te vaak vergeten. En dat is de vraag, zijn onze mensen nog tevreden? Is onze natie nog gezond? Hoe zit het met de toekomst van ons volk? Want kijk, al die economische graadmeters zoals het BBP, maar ook al die wetten, systemen, regeltjes en politieke structuren, al die zaken zijn maar van belang in zoverre ze ons volk en onze natie sterker, gezonder en gelukkiger maken. Het zijn geen doelen op zich die we blindelings moeten nastreven, zeker niet wanneer het ten koste zou gaan van onze eigen mensen of zelfs van ons uiteindelijk voortbestaan als volk. Want kijk, we zouden bijvoorbeeld onze economische cijfers een snelle, korte boost kunnen geven door goedkope buitenlandse arbeidskrachten te importeren. We gaan er in mijn voorbeeld even vanuit dat die buitenlanders ook effectief aan het werk zouden gaan. In realiteit is dat natuurlijk niet zo, maar om te begrijpen hoe onze politieke tegenstrevers denken, moet je soms een beetje meegaan in hun dromerige wereldbeeld. Nu, stel dat je dus die goedkope arbeidskrachten importeert, dan zou op papier onze economische groei daardoor misschien even lichtjes stijgen. Maar zou ons volk daar uiteindelijk echt beter van worden? Nee. Een select clubje van vaak buitenlandse aandeelhouders gaat in zo'n scenario met de winsten van die goedkope geïmporteerde arbeid lopen, terwijl de gewone Vlaming daar slechter van wordt. Het leidt niet alleen tot minder werkgelegenheid en lagere lonen voor onze eigen mensen, maar bovenal ontwricht het onze samenleving op de lange termijn. Wanneer onze politieke tegenstrevers beweren dat we massale arbeidsmigratie nodig hebben om onze economie draaiende te houden, zijn ze dus niet alleen op feitelijk vlak fout, want vreemdelingen zijn 4 keer vaker werkloos en ontvangen maar liefst 70% van alle leeflonen die worden uitgekeerd in het land, maar onze tegenstrevers zijn ook fout op het politiek-filosofisch vlak. Want zelfs al ga je mee in hun waanbeeld dat het importeren van arbeidskrachten goed zou zijn voor onze economie, dan nog weegt het ontwrichtende effect dat dit heeft op onze samenleving niet op tegen het economische profijt dat dit volgens hen zou opleveren. Wij Vlamingen leven immers niet in functie van economische factoren of van abstracte politieke constructies. Wij zijn geen inwisselbare eenheden bedoeld om een of ander politiek of economisch systeem draaiende te houden. De meeste politici in dit land echter vinden het systeem belangrijker dan het volk. Als het systeem niet functioneert, dan moet het volk volgens hen zijn gedrag aanpassen of zelfs worden vervangen. De voorbeelden die zien we elke dag. Maar we staan er niet genoeg bij stil welke politiek-filosofische gedachtegang achter die voorbeelden schuilgaat. Als politici zoals Bart De Wever ons komen zeggen dat er bespaard moet worden op onze sociale zekerheid en dus op onze eigen mensen, dan bedoelen ze eigenlijk, het systeem is belangrijker dan jullie, dan ons volk. Om het systeem van massamigratie en om het systeem van de Belgische staatsstructuur in stand te houden, moet het volk zich aanpassen. Wij moeten langer werken, wij moeten lagere pensioenen blijven slikken en wij moeten meer betalen voor onze elektriciteit en brandstof en dat allemaal om het systeem in stand te houden. Een systeem dat ons volk niet dient. Wel, voor die politici heb ik een klare en duidelijke boodschap. Als het systeem het volk niet dient en als het systeem vereist dat er op ons eigen volk wordt bespaard om andere volkeren te dienen, dan moet het systeem worden aangepast. En als het systeem niet kan worden aangepast, dan moet het systeem worden afgeschaft. Het Belgische systeem dient de Walen en niet de Vlamingen, dus moet het worden afgeschaft.
Het migratiesysteem dient de vreemdelingen en niet de Vlamingen, dus moet het worden afgeschaft. Ook het politieke systeem met de nutteloze senaat, met de corrupte intercommunales en met de dysfunctionele democratie zoals hier in Nienhoven dient ons volk niet, dus moet het worden aangepast. Als een internationaal verdrag zoals het VN-vluchtelingenverdrag totaal verouderd en niet meer gebaseerd op de hedendaagse realiteit, als dat verdrag onze toekomst als volk in gevaar brengt, dan stappen we er toch gewoon uit. Als subsidieclubjes zoals het Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen of Hart Boven Hart rechtszaken aanspannen tegen onze overheid om onze open grenzen te bekomen, schaf die subsidies dan toch gewoon af. Als zatte Juncker ons wil verplichten om massamigratie op te nemen in ons land, dan zeggen we toch gewoon, net zoals Polen en Hongarije, een dikke, mooie, duidelijke nee. Ons volk moet zich niet aanpassen om het systeem te dienen. Het systeem moet worden aangepast om ons te dienen. Want al die zaken, al die wetgeving, al die adviesraden, parlementen, verdragen, belastingen, uitkeringen en internationale organisaties zijn door ons volk gecreëerd om onze belangen te dienen. Om ons leven makkelijker, veiliger of beter te maken. En de mate waarin ze daarin slagen om onze belangen als volk te dienen, is de maatstaf die we moeten hanteren om al die systemen te beoordelen en zo nodig aan te passen of af te schaffen. Maar omdat we zo geconditioneerd zijn, dat het altijd het volk is dat zich moet aanpassen en schikken naar de wetgeving, naar verdragen en naar onverkozen bureaucraten en politici, zijn we vergeten dat het ook anders kan. Om ons terug te realiseren dat de toekomst van ons volk het allerbelangrijkste is, belangrijker dan eender welk politiek of ook economisch systeem, kunnen we inspiratie zoeken bij onze voorouders. We doen dat volgens mij veel te weinig. We moeten beseffen, onze voorouders waren ongelofelijke helden. Ze hebben het kleine Vlaanderen, een natie zonder grote bodemrijkdommen, gemaakt tot een van de sterkste en welvarendste naties op aarde. En ze hebben ons ongelofelijke welvaart nagelaten. Onze voorouders begrepen sommige zaken veel beter dan wij dat doen vandaag. En dus is het op moeilijke momenten altijd nuttig naar hen terug te grijpen voor inspiratie, om te kijken hoe zij dachten of hoe zij iets hebben aangepakt. Laat ons dat ook proberen te doen in dit geval. Dames en heren, denk even met mij mee. Als u wandelt door onze Vlaamse steden en gemeenten en u ziet al die prachtige oude stadhuizen, kerken, bibliotheken en kathedralen, denk dan ook aan al die versieringen die aan die gebouwen zijn aangebracht. Beeld je in hoe ongelooflijk veel werk het heeft gekost om zulke kunstwerken te bouwen. Eén ding is daarbij duidelijk. Onze voorouders waren daarbij niet uitsluitend gemotiveerd door economische overwegingen. Al moesten ze puur voortgaan op het BNP en het BBP en al die zaken, dan hadden ze gewoon vierkante blokken van gebouwen neergezet, meestal uit beton, zonder extra decoraties en terlantijntjes. Dat zou immers veel makkelijker, sneller en goedkoper zijn geweest. Waarom dan hebben onze voorouders al die kathedralen toch zo mooi gebouwd? Waarom hebben ze zich al die extra moeite getroost? Wel, dames en heren, ik vermoed dat het is omdat zij zich duidelijk bewust waren van wat echt van tel is in het leven van een mens. Ik denk dat zij zichzelf duidelijker zagen als een onderdeel van een lange ketting van ons volk en dat zij zich daardoor niet blind staarden op een race temporele economische graadmeters of op het dienen van een tijdelijk systeem. Maar daarentegen bereid waren om opofferingen te brengen die ten goede zouden komen aan de volgende generaties van ons volk. Zij wisten dat het individuele bestaan zeer vluchtig is en dat uiteindelijk enkel het volk blijft voortbestaan. En Vlaanderen zagen ze als de thuis van ons volk. De thuis die ze zo mooi en zo leefbaar mogelijk wilden maken, om het daarna met trots te kunnen doorgeven aan de volgende generaties. Wanneer ze na Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2 onze Vlaamse steden in ijltempo zo prachtig hebben heropgebouwd, deden ze dat vol energie en werklust, gemotiveerd door de gedachte dat hun kinderen en kleinkinderen van die prachtige steden zouden kunnen genieten. Ze dachten, dit werk is voor ons en voor onze nakomelingen. In die gedachte hebben ze gevroed, gezweet en gestreden om Vlaanderen weer groot en welvarend te maken. En zolang die gedachte er was, kon het met ons werkelijk niet misgaan. Want de Vlaming, die is een geboren werker. Het zit ons gewoon in het bloed. Wij zijn altijd graag
met iets bezig en dat waarmee we bezig zijn, doen we zo goed en zo nauwgezet mogelijk. Onze unieke bedrijvigheid is onovertroffen in Europa en ongeëvenaard in de wereld. Door die werklust gekoppeld aan onze durf, creativiteit en volharding en de gedachte dat de vruchten van ons werk aan ons en aan onze nakomelingen zouden toekomen, hebben door de generaties heen enorme welvaart opgebouwd. Die welvaart gebruikten we tot voor kort om onze levens gemakkelijker en aangenamer te maken. We zorgden voor betere leven- en werkomstandigheden voor onze mensen. We verkorten gaandeweg de arbeidsduur, creëerden het ziekteverlof, pensioenen en nog veel meer. We creëerden dus de sociale zekerheid. En dat systeem van sociale zekerheid was bijzonder gul en omvangrijk, omdat het een uitdrukking was van onze onderlinge solidariteit als volk. We wilden dat onze landgenoten, die door persoonlijke omstandigheden of tegenslag niet in staat waren om in hun noodzakelijke basisbehoeftes te voorzien, niet aan hun lot overlaten. We voelden ons niet alleen verantwoordelijk voor onszelf, maar ook verantwoordelijk voor ons gezin. Voor iedereen die deel uitmaakte van ons volk. Omdat we wisten dat andere Vlamingen voor ons geen vreemden zijn, maar leden van eenzelfde grote familie. Dat Vlaamse en Europese systeem van sociale zekerheid was ontworpen specifiek met het oog op ons eigen volk. En steunt daarom op een aantal voorwaarden waaraan enkel en alleen is voldaan wanneer die sociale zekerheid enkel betrekking heeft op ons eigen volk. Zodra je die sociale zekerheid daarentegen ook van toepassing maakt op mensen die niet behoren tot ons volk, wordt dat systeem onrechtvaardig en bovenal onbetaalbaar. Er zijn immers twee voorwaarden die noodzakelijk zijn om een sociale zekerheidsmodel zoals het onze levensvatbaar te maken. En die voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de aard van ons volk. Ten eerste moet de bevolking er een zijn van echte werkers, die voldoende productief zijn om genoeg waarde te produceren die verdeeld kan worden onder al diegenen die het nodig hebben. Wij Vlamingen zijn dat, zoals ik daarnet al zei, bij uitstek. Omdat we zo werklustig en nauwgezet zijn. Bovendien werken wij Vlamingen graag. Wij willen echt werken. Die eigenschap is noodzakelijk omdat het door ons ontworpen systeem van sociale zekerheid gesteund op de veronderstelling dat mensen, over het algemeen natuurlijk, inderdaad echt willen werken. Onze sociale zekerheid leent zich namelijk makkelijk tot misbruik. En is dus enkel houdbaar, zolang men erop kan vertrouwen dat het gros van de mensen die onderlinge solidariteit vanuit hun eigen overtuiging toch niet zal misbruiken. En laat ons daar, beste mensen, niet naïef over zijn. Niet alle volkeren hebben diezelfde conceptie van werk als wij. Niet allemaal hebben ze dezelfde werklust en bedrijvigheid. En wanneer ik dat zeg, bedoel ik dat zelfs niet denigrerend. Ik zeg niet dat volkeren die van ons op dat gebied verschillen lui of slecht zijn. Want zij zouden ons misschien zot noemen, omwille van het feit dat we steeds maar willen werken en steeds met iets bezig willen zijn. Maar een andere conceptie van werk, waarin werk eerder wordt beschouwd als iets jammerlijk, als een jammerlijke noodzaak en niet als een bron van voldoening en vanzelfsprekendheid, is gewoonweg niet verenigbaar met ons systeem van sociale zekerheid. Ten tweede moet er een oprechte verbondenheid, loyaliteit en solidariteit zijn binnen de bevolking. Enkel wanneer die er zijn, zal men het aan de ene kant nuttig en rechtvaardig vinden om aan het systeem bij te dragen en zal men aan de andere kant voldoende gewetensvol en plichtbewust zijn om van het systeem geen misbruik te maken. Feitelijk zullen die benodigde verbondenheid, loyaliteit en solidariteit enkel aanwezig zijn wanneer men met een min of meer homogene bevolking leeft. Wanneer men het beseft dat hetgeen men bijdraagt of ontvangt op de rekening komt van het eigen volk. Wanneer men denkt, hetgeen ik bijdraag, is ten voordele van mijn eigen volk. Maar ook hetgeen ik ontvang, komt betaald door mijn eigen volk. Wanneer die gedachte ontbreekt en men daarentegen denkt, hetgeen ik bijdraag, is ten voordele van een ander volk. Een volk waarmee ik geen verbondenheid of solidariteit voel en hetgeen ik ontvang, wordt betaald door een ander volk, dan komt men terecht in een onrechtvaardig en parasitair systeem waarbij men zich slecht voelt wanneer men eraan bijdraagt, maar niet slecht voelt wanneer men er misbruik van maakt. Want het komt toch op de rekening van een ander volk. Dit is het systeem zoals we het spijtig genoeg vandaag de dag kennen in België. Geen enkele Vlaming voelt zich nog goed bij het bijdragen aan de sociale zekerheid.
En vreemdelingen voelen zich ook niet eens slecht bij het profiteren van diezelfde sociale zekerheid. En dames en heren, de bewijzen van hetgeen ik zo net heb uitgelegd zijn klaar en duidelijk. Bij gebrek aan homogene bevolking en dus gebrek aan verbondenheid en loyaliteit staat onze sociale zekerheid op barsten en wordt ze jaar na jaar verder afgetakeld. En dit gaat vooral ten koste van onze eigen zwakkeren, onze ouderen en onze zieken. Er is geen alternatief voor het besparen op de sociale zekerheid, zei Bart De Wever 2 jaar geleden nog. En hoewel de alternatieven klaar en duidelijk zijn, stoppen met de Waalse socialistische bodems de put te vullen en stoppen met het betalen van de immigratiefactuur waar niemand om heeft gevraagd, werd er op vraag van Bart De Wever toch bespaard op onze eigen mensen. De pensioenleeftijd die werd verhoogd naar 67 jaar en dat terwijl onze pensioenen bij ons bijna 40% lager zijn dan in onze buurlanden. 3 op 4 Vlaamse senioren kan zijn rusthuisfactuur niet meer betalen. Er werd bespaard op de zorg voor zieken en hulpbehoevenden. In onze sociale zekerheid, in onze ziekenhuizen, ligt het aantal verpleegkundigen per patiënt op het niveau van landen als Polen en Griekenland. In onze rusthuizen moeten 2 zorgkundigen gemiddeld instaan voor 60 bewoners. Er werd bespaard op het kindergeld. Het inschrijvingsgeld aan het hoger onderwijs ging omhoog en aan de veel te lange wachtlijsten voor hulpbehoevenden veranderde niets. Zelfs met al die besparingen op het eigen volk loopt het begrotingstekort dit jaar op tot meer dan 8 miljard euro. En dat terwijl de Vlamingen veel harder en meer uren per week werken dan de andere Europese landen en dan ook nog eens zowat de hoogste belastingen moeten betalen. Met 51% belasting op arbeid hebben we immers zowat de hoogste belastingen ter wereld. Tegelijkertijd worden we verder uitgemolken door steeds nieuwe taksen en belastingen en gingen de btw en accijnzen op allerlei noodzakelijke goederen zoals elektriciteit en brandstof drastisch omhoog. Nu, de vraag is dan, waar is dat geld naartoe? Maar u weet het al, dames en heren, aangezien u hier vandaag staat. Dat geld is naar de bodemloze socialistische putten van Wallonië en naar de vele migranten die onze politici blijven binnenhalen. Naar de alternatieven dus, die Bart De Wever niet durft te benoemen. Vlaamse transfers naar Wallonië bedragen meer dan 12 miljard euro per jaar. Een hallucinant bedrag dat neerkomt op meer dan 2000 euro per Vlaming per jaar. De sociale zekerheid die wordt ondertussen leeggehaald door steeds nieuwere migranten. In 2018 ging voor 500 miljoen euro aan leeflonen naar vreemdelingen. 260 miljoen euro ging naar leeflonen voor zogenaamde vluchtelingen. Niet minder dan 7 op 10 leeflonen in ons land worden uitbetaald aan mensen van allochtone afkomst. In Brussel is dat zelfs 9 op de 10 leeflonen. Elk jaar betalen we meer dan 120 miljoen euro kindergeld voor kinderen in het buitenland. En terwijl socialisten en tjeven als Hans Bonte en Koen Geens in de Zevende Dagbrand beweren dat asielzoekers de meest getalenteerde en gemotiveerde mensen zijn, tonen de feiten en de cijfers aan dat minder dan 1 op 5 van hen na 10 jaar in ons land langer dan 1 jaar heeft gewerkt. De totale kostprijs van de immigratiefactuur loopt op tot zowat 7 miljard euro per jaar. En waarom laten onze politici dat allemaal zomaar gebeuren? Omdat ze de belangen van het Vlaamse volk niet voorop stellen. Het principe eerst onze mensen, dat principe waarmee we groot zijn geworden, is onze politici helemaal vreemd. En de negatieve gevolgen van die attitude van onze politici, die zien we overal. Het belangrijkste daarvan is onze toenemende demografische vervanging door andere volkeren. In het huidige scenario zijn we zelfs op weg om een minderheid te worden in eigen land. In steden als Antwerpen en Vilvoorde is dat nu al het geval. Die negatieve demografische evolutie is ons meest prangende probleem op dit moment. Andere issues, zoals de economie, de politiek en de sociale zekerheid, zijn daaraan ondergeschikt. Het zijn slechts middelen om ons bestaan als volk te verzekeren. En ze zijn, zoals ik daarnet al aantoonde, afhankelijk van die demografie. Want een gezonde natie, zonder een gezonde natie is er geen gezonde economie. Zonder een solidaire en homogene bevolking is er geen sociale zekerheid. Dat besef dringt door tot steeds meer Vlamingen en Europeanen. Vooral dan tot onze jonge mensen. Wij zullen doen wat moet om de toekomst van ons volk te verzekeren. Elke wet, elk verdrag, elke supranationale organisatie die dat in de weg staat, zal moeten worden aangepast of afgeschaft. Yeah!
Het feit dat steeds meer Vlaamse jongeren die gedachten uitdragen, verklaart ook meteen de toenemende populariteit van het Vlaams Belang onder jongeren. Wij zijn de enigen die erkennen dat de Vlamingen uniek en onvervangbaar zijn. Dat wat ons bindt veel meer is dan louter de taal en het paspoort. Dat we biologisch, historisch en spiritueel met Vlamingen verbonden zijn. Wij zijn de enigen die de belangen van onze eigen mensen op de eerste plaats zetten. Wij zijn de enigen die de demografische vervanging willen stoppen en bovendien omkeren. Dat, dames en heren, is wat ons vooral onderscheidt van de N-VA. Voor de N-VA is de Vlaming niet uniek en onvervangbaar. Zij hebben niet de bedoeling om onze demografische vervanging om te keren. Zij willen die vervanging hoogstens enkel wat ordentelijker, trager en veiliger laten verlopen. Want zolang die vreemdeling bij aankomst een zogezegde nieuwkomersverklaring ondertekent, wat niet meer is dan een vodje papier waarop staat dat hij of zij de Belgische wetten zal respecteren, is die vreemdeling voor N-VA een perfecte vervanging van de inheemse Vlaming, die ons land nogthans van de grond af heeft opgebouwd. Dat is waar het inclusief nationalisme van de N-VA op neerkomt. Uiteindelijk dendert de N-VA-trein dus in dezelfde richting als die van de andere partijen. En dat is de afgrond. Hun trein gaat misschien iets trager dan die van de andere partijen en de reis op de N-VA-trein zal misschien iets minder hobbelig zijn, maar de uiteindelijke bestemming is dezelfde. De totale vervanging van ons Vlaamse volk en de vernietiging van alles wat wij generaties lang hebben opgebouwd. Steeds meer Vlamingen komen tot deze conclusies. En ik geloof dat zowat alle Vlamingen dat ooit zullen doen. Daarom ben ik ondanks alles zeer optimistisch over onze toekomst. Mensen die enkel kijken naar het heden, naar onze benarde situatie op dit moment, kunnen mijn optimisme soms moeilijk begrijpen. Maar als je kijkt in het verleden en je ziet hoe uitzonderlijk sterk ons volk zich steeds toonde op moeilijke momenten, en je observeert de trends in het heden, hoe de unieke eigenschappen van ons volk, die ons volk hebben grootgemaakt, weer naar boven komen. Onze unieke werklust, durf, daadkracht en creativiteit. En vooral hoe onze mensen opnieuw bereid zijn om persoonlijke opofferingen te brengen in het belang van onze natie. Dan kan je werkelijk niet anders dan optimistisch zijn over onze toekomst. De strijd die is nog lang niet verloren. Wij Vlamingen kunnen en zullen de situatie rechttrekken. Wij hebben al voor hete vuren gestaan en hebben ze telkens overwonnen. En dat zullen we ook deze keer vastberaden doen. Voor ons en voor onze nakomelingen zullen we onvermoeibaar werken, strijden en bereid zijn om alle opofferingen te brengen die noodzakelijk zijn. En daarna wacht ons nog een lange, mooie Vlaamse toekomst, waarin de herinneringen aan de strijd die we hebben geleverd zal voortleven in de volgende generaties. Nee, ze zijn met de Vlaming nog lang niet klaar. Want ze zullen ons niet temmen zolang er één Vlaming leeft. Dank u wel. Dank u wel.